Eindhoven groeit en dat mag af en toe gevierd worden. Gisteravond feliciteerde de gemeente haar 225.000ste inwoner. Mijn familie en mijn vrienden die wonen hier allemaal nog in de regio, in Eindhoven of net iets daarbuiten. En ja, dat was altijd de stad waar ik ben opgegroeid. Zeg maar, als we ooit naar de stad gingen, was het Eindhoven. Dus was dat eigenlijk de eerste keuze om naar terug te gaan. Omzwerving gemaakt, Randstad hoorde ik en weer terug eigenlijk op de oude plek in Eindhoven. Ja, klopt. Ik heb studie gevolgd in Utrecht en daar ook blijven hangen na mijn studie. Eerst werk gevonden inderdaad in de Randstad. Vervolgens bij Exact gaan werken in Delft. Maar zij hebben ook een kantoor hier net buiten Eindhoven, wat de verhuizing nog makkelijker maakte. Want dan is het helemaal dichtbij. Dan heb je werk en privé helemaal goed hier. Er worden meer mensen geboren in de stad dan er overlijden. En Eindhoven groeit omdat de stad economisch sterk is. Als je dus gaat zien dat wij in de jaren 90, midden jaren 90, vierden wij terug naar het aantal arbeidsplaatsen in de stad naar 75.000 op 180.000 inwoners. Wij zitten nu op 225.000 inwoners en ruim boven de 160.000 arbeidsplaatsen. Dus we hebben het aantal arbeidsplaatsen, nou ja, zeg in de laatste 20 jaar meer dan verdubbeld. En dat is natuurlijk, ja, dat heeft gewoon met onze economie te maken en de manier waarop wij samenwerken, de schouders eronder zetten, ons bedrijfsleven floreert. En dingen als de slimste stad, de meest inventieve stad, de beste samenwerkingsmodellen helpen daar natuurlijk ontzettend bij. De groei zet door, want in 2016 worden er zeker 3500 woningen bijgebouwd. En ook op de lange termijn verwachten deskundigen een flinke groei. Over 20 jaar zou de teller al op 300.000 kunnen staan. Maar wil Eindhoven aantrekkelijk blijven, moeten de voorzieningen in de stad wel naar een hoger plan, vindt Van Gijsel. Met name op cultuur- en sportgebied. Wij doen het economisch super, ook als je het vergelijkt met de 10 belangrijkste regio's in Europa die het economisch sterk doen. Maar ons voorzieningenniveau, die blijft daar echt bij achter. En daar gaan we ook met het kabinet over praten, omdat we eigenlijk wel vinden dat dat toch niet helemaal eerlijk verdeeld is in Nederland. U weet mijn opvatting daarover. Ik heb het ook wel vergeleken met de andere steden, met Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. En dan zie je dat het eigenlijk geen pas geeft wat daar gebeurt. Van de 225.000 Eindhovenaren is 20% niet in Nederland geboren.